gaat geen week voorbij zonder een artikel waaruit blijkt dat onze natuur hard geraakt wordt. En natuurlijk willen we niet dat onze aarde eraan gaat, maar wat kunnen we doen? Vaak lijken de oplossingen een ver van je bed show. Maar niet vandaag. Want vandaag ga ik op bezoek bij een man die het heeft uitgevonden waar het grootste gedeelte van onze natuur iets aan heeft. Water. Alle zeeën, oceanen, fjorden zullen hierdoor gezonder worden. Hoe vet is dat? En het mooie mensen, de oplossing komt uit de natuur zelf. De man achter deze uitvinding is Rick Breur. En met zijn uitvinding wil hij voorkomen dat er elk jaar duizenden tonnen dodelijke chemische en giftige producten van jachten, cruiseschepen, tankers en containerschepen in de zeeën terechtkomen. En hij weet hoe. Met een soort tapijt voor schepen. Niet eentje om het interieur van de boot wat op te leuken, maar eentje om de romp van het schip mee te bekleden. De uitvinding van deze Nederlandse materiaalwetenschapper Rick Breur klinkt simpel, maar is briljant. Ik voel me toch wel vereerd dat ik vandaag op pad mag met de Europese uitvinder van het jaar 2019. Maar wat doen we dan op zo'n traditionele scheepswerf als dit? Nou, eigenlijk om te begrijpen wat wij doen, is het goed om eerst te zien hoe het tot nu toe gaat. Dus als je hier om je heen kijkt, al deze schepen die hebben eigenlijk giftige antifouling onder de boot. Antifouling is eigenlijk een verf die ervoor zorgt dat de aangroei, de fouling, niet vast gaat zitten aan de romp van het schip. Het tapijt van Finchulate voorkomt zogenaamde biofouling. Dat is het aangroeien van waterorganismen op scheepsrompen. Algen, zeepokken en mosselen hechten zich normaal gezien gedurende maanden en jaren tot een steeds dichtere begroeiing vast aan scheepsrompen. Maar het speciale tapijt van Breur voorkomt dit. En het gebruikt zelf helemaal geen chemicaliën. Want dit zijn allemaal levende organismen eigenlijk, wat er nu onderaan de boot gehecht zit. Ja, je ziet wat algen, zeg maar. Dat is meestal een beetje langs de waterlijn, omdat het daar, die hebben zonlicht nodig. Nou, ga je wat dieper, dan zitten er wat andere organismen. Dit is allemaal nog relatief zacht, maar je ziet hier wel ook na een jaar eigenlijk al, zie je ook wat hardere aangroei ontstaan. Dat zijn de zeepokken. Als je dat laat zitten, groeit op een gegeven moment groeit je hele boot ermee vol. Dan gaat je boot steeds langzamer varen, omdat de weerstand onder water groter wordt. En daar ook meer brandstof nodig is. Exact. Ja, want hoe veel schadelijker is wat er deze antifouling verf die er nu op zit? Je smeert die verf op het schip. Vervolgens gaat die verf langzaamaan oplossen het water in. Waarbij dus die gifstoffen het water in komen. Maar waarbij ook de verf zelf het water in gaat. Eigenlijk als een soort micro- of nanoplastics. Dus in een jaar tijd laat eigenlijk die hele verf zo wat los. Alsof je gewoon een blik verf het water in hebt gegooid. Ja. Nou, ik heb inderdaad wel eens de vergelijking gemaakt. Van, op het moment dat je dat blik verf wat je op je boot smeert. Als je naar de waterkant loopt en je kiept het om, dan ben je een milieudelinquent. Maar op het moment dat je het eerst op je boot smeert en dan gaat het langzaamaan het water in, dan is het gewoon toegestaan. En ja, in mijn ogen is dat gewoon gekkigheid. Het gaat om 100 miljoen liter op jaarbasis. Als je terugrekent gaat het om 200 liter per minuut, wat gewoon het water in gekiept wordt. Ja. Dus ja, dat is de grootste toegestaande milieuvervuiling die er bestaat, denk ik, wereldwijd. Dat dit een groot probleem is, dat is wel duidelijk. En nu de oplossing. Ja, en die hebben wij in handen. De uitvinding lijkt zo simpel. Maar erop komen is een tweede. Dit gebeurde op zee toen Rick, die een fervent duiker is, plotseling het heldere idee kreeg toen hij zag dat maritieme organismen zich vastklampten aan de gladde schelpen van krabben en mosselen. Maar dat de zeeegels daarentegen vrij waren van al deze dingen. Dit moest komen door hun stekelige oppervlakken, bedacht hij. Dus probeerde Rick om een materiaal te ontwikkelen dat de stekelige oppervlakken in de natuur zou nabootsen. Hij besloot hiervoor nylonvezels te gebruiken als stekels die als kleine naalden moesten uitsteken op een draagvlak. Leuk bedacht, maar kan dat ook? Om hier antwoord op te krijgen ging Rick op bezoek bij verschillende Europese laboratoria en vond de juiste ingrediënten en methoden. Een eerste vereiste is een dunne lijmlaag, volledig vrij van vervuilende chemicaliën als ondergrond voor het verankeren van de vezels. Maar hoe laat je nylonvezels hier verticaal op uitsteken? Dit gebeurt door gebruik te maken van een truc die onderzoekers elektrostatisch vlokken noemen. Een reservoir met de vezels en het dragermateriaal wordt op hoogspanning aangesloten. Hierdoor ontstaat een elektrisch veld, waardoor de vezels naar het dragermateriaal worden geslingerd, zodat ze lijnrecht in de zelfklevende lijmfilm worden gespiest. Zodra de lijm is uitgehard, is het antifouling tapijt klaar voor gebruik. Met wereldwijd meer dan 1 miljard vierkante meters aan scheepsrompen heeft Rick nog heel wat plakken voor de boeg. De helft van deze vierkante meters is voor rekening van de pleziervaart en de andere helft voor de beroepsvaart.
Maar Rick is vastbesloten beide werelden te veroveren met zijn uitvinding. Nou, ik vind het een heel tof idee dat het eigenlijk allemaal begonnen is bij een zeeegel. Ja, dat is het grappige, dat je eens kunt kijken naar de natuur. Je kijkt hoe een organisme zichzelf beschermt, zoals bijvoorbeeld een zeeegel. Dan ga je kijken van, nou, hoe kunnen we dat nou omzetten in een product dat je ook echt praktisch kunt maken, hè, wat je toe kunt passen op een schip. Ja, we hebben er net een sloep het water uitgetild. Dat is een klein formaat. Nu staan we naast een veel groter formaat. Deze is dus ook voorzien van Finsulate? Ja, ja, dat is een schip van 86 meter. Dus die hebben we allemaal behandeld. Voor ons is het eigenlijk zo dat je, hoe groter je boot is, hoe makkelijker het wordt. Want je gaat van een beetje priegelwerk op een klein sloepje met allerlei rondingen. Eigenlijk naar een soort behangproces van grote schepen. Ja, het voelt een beetje alsof we aan het begin staan van een duurzame revolutie. Weet je, als alle oplossingen er eigenlijk zijn, waarom wordt dit niet wereldwijd al toegepast? Ja, dat heeft ermee te maken dat mensen moeten wennen aan het idee. Ja, dus het is een heel andere oplossing. Het is geen verf, het is een folie. Het is geen gif, maar het is een textuur op het oppervlak. Dus mensen moeten echt wennen aan het idee en langzaamaan meegenomen worden in die revolutie. Nou, genoeg gepraat. Ik wil ook een onderdeel zijn van die revolutie. Vandaag gaan we een stukje plakken, hier binnen. Ja. Oké, okay. Ik hoop niet dat het een olietanker is. Nee, dat valt mij even. Kleiner formaat. Kleiner okay. formaat. Schepen op zee en in de haven, maar ook booreilanden, windturbines en andere vaste constructies in de zee kunnen allemaal profiteren van deze antifouling dankzij het meest prikkelbare diertje uit de zee. En aangezien vele vormen van water ook vele uitdagingen kennen, heeft Rick verschillende soorten van zijn antifouling ontwikkeld. Hierdoor is er voor elke boot in de wereld een duurzaam en schoon alternatief voor de gevaarlijke en giftige antifoulingverf. Met zo'n goed idee kan het niet anders dan dat jullie hopelijk over een tijdje uitgegroeid zijn tot een multinational die wereldwijd boten aan het beplakken zijn. Ja, dat is wel de ambitie inderdaad, om echt gewoon een grote wereldspeler te worden. Ja, want pas als je echt een wereldspeler bent, dan heb je de impact. Uiteindelijk wil je ook grote partijen hebben die aanhaken. Denk aan een overheid bijvoorbeeld, denk aan een defensie. Dat soort partijen om de volgende stap ook echt te maken naar de grote vaart. Het ziet er zo eenvoudig uit. En toch is het dus echt, gaat dit een wereld van verschil maken. Ja. Ja, maar de beste ideeën zijn simpel, hè? Zeggen ze dan. Ja, maar hoe is dat nou voor jou als ondernemer en uitvinder? Ben jij trots op wat je nu bedacht hebt en dat het ook zo uitpakt? Ja, natuurlijk. Het is niet veel uitvinders gegund om uiteindelijk een echte uitvinding echt zo breed in de praktijk toegepast te zien worden. Je hebt alle stappen doorlopen, van een kleine sampletje in het water, daar inmiddels zo'n 10 jaar geleden. Tot een product wat gewoon in de markt staat, waar mensen tevreden over zijn. Dat is gewoon superleuk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en longt dan ook het zakelijk succes, dat je hoopt dat het uitgroeit tot een wereldwijd groot product? Ja, zeker. Ja, het is wel zo dat voor mij het zakelijk succes niet de reden is, maar een gevolg. Dus uiteindelijk, ik heb het ontwikkeld om het milieu minder te belasten. Dat is het doel. En dat doel bereik je door uiteindelijk een wereldspeler te worden. Ja. Ik zelf hoop dat jullie uitgroeien tot zo'n grote speler. Want dat betekent ook dat we kunnen genieten van schoner water en daarmee ook een betere toekomst. Ja, wij hopen dat ook. We zijn begonnen. We zijn een aardig eindje op weg. Maar de toekomst ziet er goed uit. Ja, een betere toekomst begint bij jezelf op deze manier. Nou, deze gaat het water in. Ja. Mooi.